In Rotterdam is momenteel een luxueus hotel in aanbouw, waarvan de reusachtige omvang onder andere in de grote eetzaal al duidelijk naar voren komt. De heer de Monchy, de hoofddirecteur van de Holland-Amerika-lijn, toont bijzondere belangstelling voor het werk. Want het is een drijvend hotel, de Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip van zijn maatschappij. Om het schip eind van dit jaar gereed te hebben, werken er dagelijks 1400 mensen aan de afbouw. Evenveel als het aantal passagiers dat de Rotterdam zal kunnen meenemen. Voor deze passagiers wordt een enorm grote keuken ingericht, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van roestvrij staal. Hier zal 80 tot 100 man personeel werken. Het totaal aantal personeelsleden aan boord gaat 750 bedragen. Een deel van de hutten is nu reeds gereed. Een vertrek van deze grootte is een tweepersoonshut in de toeristenklasse. De bedden zijn tegen één wand bevestigd en kunnen met een haak worden neergeklapt. Op deze wijze heeft men twee slaapplaatsen boven elkaar. Verder heeft iedere hut, behalve een eigen luchtcirculatiesysteem, een badkamer met douche. Voor gezamenlijk gebruik is er voor de passagiers op één van de 12 dekken een zwembad. Het sportdek zal tijdens de reizen zijn blootgesteld aan alle weersinvloeden. Daarom ondergaan met name de naden een speciale bewerking. Lassers en andere werklieden leggen intussen de laatste hand aan de hoofdmachinekamer. Hier kan een kracht van 35.000 pk worden ontwikkeld, waarmee het schip 20,5 knoop kan halen. De grote stoomturbines zullen nog menige inspectie moeten ondergaan voor de proefvaart kan beginnen. Een langdurig karwei is ook het isoleren van de kilometers buis en pijp die door het schip lopen. Met een speciale spuit wordt er een asbestmantel op aangebracht. Overal op het 228 meter lange en bijna 30 meter brede zeekasteel wordt hard gewerkt om de trots van Nederlands eerste havenstad voor zijn wereldreizen gereed te maken.